Seems like you've been firing as soon as 4th of April. Dus dit is voor hem net zo helend zo en net zo. Ja. En ik heb ooit gehoord dat als je de trots van een dover breekt, dan breek je dat. Oké. Dus je moet wel leider zijn, maar niet door macht. Zo werkt het bij een paard ook. Heel goede training, maar ik hou niet van macht. Nee. Maar ik wil wel invloed. Ja. En ik heb een plannetje. Na dit gedoe. Dat is precies die politie. De lezing van Ellen Watt over de Portchester als instituut. En toen ik laatst een keer uit Genève weggeven, toen ik bij de PM was bij de onafhankelijke cirkel van speciale rapporteurs aan de vrienden. Volgens mij kom ik hier terug en toen heb ik wat van die hooggeplaatste vriendjes gevraagd van is dit een plan? Ze zei, kan je niet in de rapporteur, wil je niet, kan je niet. En nu heb ik volgens mij bedacht wat ik daar ga doen en met wie. En dat wordt niet een persoon, dat wordt een instituut. Want als je dan een persoon neerzet, dan zijn ze gezelfmoord in de politie. Maar als je een instituut bouwt, dan is het net als een Griekse kloof van deze persoon. De film 300, Rise of an Empire. En dan kunnen wij iets heel leuks doen, want dan maken we een speciale rapporteur functie. Die in aan de VN rapporteur, maar daarover. Want hier is dan de hoofdrapporteur. En dan heb ik toevallig de helft van het team heb ik al ontmoet. En de andere helft zit gewoon in de kit. Pak in een bak, we hebben nog meegedaan. Pizza, en paardjes en handjes. Kindjes, de voetballen, en de kletsen met de meisjes. Jonge dames en oude dames. Met één voorwaarde. Dat ze mooi zijn. Ik ga nooit meer lelijke mensen toelaten. Hoe is het met jou? Nee, dat gaat niet bij me. Dus nu zit ik bij me. Dan ga ik een geheime boekje die me iemand maakt. Oh, lekker! Lekker! Voel je me? Gewoon negeren, dat is niet over. Ga je mij gewoon niet op mijn voet staan, ik ga het dicht. Thank you.
dan ben je zo hoor. Ja. Dag, kijk, luister.